In deze serie van video's kijken we naar numeriek modelleren en in de afgelopen filmpjes hebben we dat altijd gedaan door middel van een tekstmodel. Maar naast een tekstmodel kun je ook gebruik maken van een grafisch model bij numeriek modelleren. En daar wil ik je in deze video in meenemen en een soort inleiding geven in hoe je grafisch kunt modelleren. En dat ga ik ook weer doen aan de hand van een voorbeeldsituatie en die voorbeeldsituatie ziet er zo uit. Ik ga kijken naar een auto. Die vanuit stilstand versnelt, waarbij ik aanneem dat de motorkracht van die auto constant is. En ik ga twee krachten laten werken op deze auto in de horizontale richting. Dat is de motorkracht en dat is de luchtwrijvingskracht. En de rolwrijving die verwaarloos ik in dit model. En het interessante is natuurlijk dat op het moment dat die auto steeds sneller gaat rijden, de luchtwrijvingskracht ook steeds groter gaat worden. En dat maakt het dus ook een hele interessante situatie om te onderzoeken. In een numeriek model. Het model zelf ziet er zo uit. Ik ga hem niet in uh, detail doorlopen, want ik denk als je de vorige filmpjes hebt gekeken dat je hier echt wel uit kunt komen. Het model stopt op het moment dat de auto 100 km per uur rijdt, oftewel 27,78 meter per seconde. En als je dit model laat draaien, dan ziet de, het resultaat wat je krijgt ziet er dan zo uit. Even weer terug naar het model. Om dit model goed om te kunnen zetten in een grafisch model is het van belang om eens goed te gaan kijken wat de aard is van elk van de variabelen of constanten in het model. En dat gaan we stapje voor stapje doen. En het belangrijkste misschien wel is de zogenaamde toestandsvariabelen. En de toestandsvariabelen is de grootheid die je elke tijdstap laat veranderen. En je herkent die er vaak aan omdat die op dezelfde regel staat als de, de tijdstap delta t. En in ons model is de toestandsvariabele de snelheid v? Ik heb er ook al meteen achter gezet wat het uh, symbooltje is van de toestandsvariabele in een grafisch model, en dat is dus een rechthoekje. Naast de toestandsvariabele heb je ook nog de stroomvariabele. En de stroomvariabele is het getalletje, als het ware, dat je er elke tijdstap bij telt bij de toestandsvariabele. En die staat dus eigenlijk ook altijd in dezelfde regel als de tijdstap delta t. En in ons model is dat dus de versnelling A. Let ook hier weer op het symbooltje wat, uh, wat je gebruikt voor de stroomvariabelen. Nou, om het model te kunnen laten werken heb je meestal ook nog wel andere zogenaamde hulpvariabelen nodig. Uh, dat zijn dus ook grootheden in je model die ook elke tijdstap wel veranderen. En in ons model is dat de resulterende kracht en de luchtwrijvingskracht. En ook deze variabelen hebben weer een eigen symbooltje. En dat is een grote cirkel. Nou, tot slot heb je meestal in een model ook nog één of meerdere constanten. Die hebben ook een eigen symbooltje. In dit model zijn er drie constanten. De massa, de motorkracht en uh, de constante k die te maken heeft met de luchtwrijvingskracht. Die moeten we dus ook een plaatje gaan geven in ons grafisch model. Met deze symbooltjes uh, in je achterhoofd kunnen we nu het grafisch model gaan bouwen. En we beginnen daarbij bij met de toestandsvariabelen. Die zetten we mooi centraal in ons model. En onze toestandsvariabelen is de snelheid v. De stroomvariabelen was de versnelling. Die ga ik er elke tijdstap bij optellen. De versnelling a. En ik ga ook mijn hulpvariabelen een plaatje geven. Fres en F lucht. Tot slot hebben we nog de constanten. Nu komt het uh, belangrijke verschil tussen een grafisch model en een tekst, uh, tekstmodel. We gaan hier dadelijk ook relatiepijlen tekenen. En die relatiepijlen die geven aan welke getalletjes, welke grootheden, variabelen met elkaar te maken hebben en in welke vorm ze met elkaar te maken hebben. En dat gaan we stapje voor stapje doen. We gaan eerst eens kijken naar de constante k. Die hadden we nodig om de luchtwrijvenskracht te kunnen uitrekenen. Uh, daar hebben we namelijk twee dingen voor nodig: de snelheid van de auto en die constante k. Dus ik kan twee pijltjes tekenen: van de snelheid en van de constante naar mijn variabele luchtwrijvingskracht. En wat ik dan moet doen in mijn grafisch model, is bij die luchtwrijvingskracht uh, aangeven dat de luchtwrijvingskracht gelijk is aan v kwadraat maal k. Dan moet je natuurlijk even bedenken: wat moet ik ook weer met die luchtwrijvingskracht doen? Daarmee kan ik uiteindelijk de resulterende kracht uitrekenen. En dan heb ik nog een. Tweede kracht bij nodig, die in ons model constant is. Dat is de motorkracht van de auto. Uh, en die twee krachten samen, de luchtwrijvingskracht en de motorkracht, uh, geven mij de gelegenheid om de resisterende kracht uit te rekenen. Dat moet ik dus aangeven bij het bolletje van de resisterende kracht. De resisterende kracht is de motorkracht min de luchtwrijvingskracht. Nu moet ik natuurlijk nog richting mijn uh, versnelling A. Nou, daar heb ik mijn derde constante bij nodig. Dat is namelijk de massa van de auto. Als ik de resulterende kracht weet en ik heb de massa van de auto, dan kan ik dus ook A uitrekenen, want A is gelijk aan Fres gedeeld door massa. Die relatie die geef ik dus aan in het bolletje bij versnelling A. En ik ben rond en ik heb mijn grafisch model gemaakt. Nou, wat is nou het grote voordeel van een grafisch model? Je ziet in één oogopslag hoe alle grootheden met elkaar samenhangen en je kunt ook uh, vrij snel zien, uh, wat dan de relatie is tussen de grootheden? Wat je niet moet vergeten, is dat op het moment dat je uh, een modelleervraag op je examen krijgt, dat je dan altijd én de tekstvariant krijgt, en het grafische uh, modelletje krijgt. En je kunt dus altijd allebei gebruiken om de vragen in het uh, examen over dit model op te lossen.